Ja, welkom op de livestream van de Universiteit van Nederland. Jullie kijken naar een Q&A. En Q&A betekent questions and answers. En de questions komen vandaag van jullie. En de answers komen vandaag van Huub Savekos. Welkom. Jij bent immunoloog. Ja. Deze maand hebben we een video gepost op onze kanalen, waarin Huub een en ander uitlegt over het coronavirus en hoe jouw lichaam en jouw immuunsysteem daarop reageert. En daar hebben we heel veel vragen op ontvangen. En die vragen gaan we voor een deel vandaag beantwoorden. We kunnen natuurlijk nooit alle vragen beantwoorden, maar we hopen zoveel mogelijk van jullie vragen te kunnen beantwoorden met Huub. Dat betekent, als je nu aan het kijken bent op de livestream, kun je ook vragen typen. Dus heb je een vraag, stel hem vooral. En dan proberen wij hem hier zo goed als mogelijk te beantwoorden. Mijn naam is Sophie Frankemolen en ik denk dat we kunnen beginnen met het vragenvuur. Ja. Huub, voordat we beginnen, kun jij, we zien heel veel verschillende deskundigen en experts op dit moment op allerlei nieuwskanalen. Wat doet een immunoloog precies? Ja, een immunoloog die houdt zich bezig met het afweersysteem. De afweer, de bescherming, onder andere tegen infecties, virussen, bacteriën, parasieten. Ook afweer tegen veranderde lichaams-eigen cellen, tumoren bijvoorbeeld. En dat is het vakgebied van de immunoloog. Dus mensen mogen vragen stellen, of de vragen die jij kan beantwoorden, die zitten een beetje in dat vakgebied. Ja, ik ben geen medicus. Ik ben bioloog van origine. Daarna gespecialiseerd in de immunologie. Dus vragen die gaan over bescherming, over immuniteit, et cetera, die kunnen nu gesteld worden. Die kunnen jou gesteld worden. En voordat we gaan beginnen met de eerste kijkersvragen, welke vraag wordt jou als expert niet of niet genoeg gesteld? Ik denk de vraag die mij niet genoeg gesteld wordt, is waarop berust de bescherming tegen dit specifieke coronavirus nu eigenlijk? En hoe kunnen we dat nou bepalen? We horen heel veel over antistoffen, we horen veel over het virus. Zelf heb ik wat verteld in de film over cellen, over T-cellen. Maar ja, wat is nu precies verantwoordelijk voor de bescherming op lange termijn? Die vraag die wordt eigenlijk onvoldoende gesteld. En is daar ook een antwoord op? Deels wel, uit de theorie. Deels weten we niet precies hoe het met dit virus gesteld is, wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn. Dat betekent dat er meer onderzoek nodig is, maar dat betekent ook meer testen, meer te weten komen. En dat kun je alleen maar doen door de mensen die het betreft dan ook inderdaad te betrekken in dat onderzoek. Dus testen van mensen met vitale beroepen, anderszins. En dan proberen te achterhalen, hoe gedraagt dat virus zich nou? En hoe reageert het immuunsysteem hierop? En wat betekent dat in de toekomst voor bescherming? Dus in de komende tijd, in het begin van deze coronacrisis, was het de beurt aan de virologen om te kijken waar het allemaal vandaan kwam. En dat betekent dus dat jouw vakgebied gaat eigenlijk de komende tijd nog veel meer rol krijgen wat dat betreft. Ja, dat zou ik wel hopen. Dat er nu steeds meer immunologen betrokken worden in die discussies, in die advisering. Over wat moet er nou gebeuren, wat moeten we meten, wat moeten we testen. Hoe moet het onderzoek verder plaatsvinden om zo snel mogelijk erachter te komen. Wat zijn de goede dingen op basis waarvan mensen beschermd zijn, immuun zijn. Hoe lang, hoeveel heb je nodig, antistoffen, cellen, noem maar op. Ja. Nou, we hebben veel vragen voor je gekregen. Ja. We gaan kijken hoeveel we er kunnen beantwoorden in deze livestream. Voor de mensen die thuis zitten te kijken. Het helpt enorm als je de video, de Wat zegt de wetenschap video met Huub hebt gezien. Want het is natuurlijk een beetje, het is best een ingewikkeld verhaal wat jij heel helder uitlegt. Maar we hebben een aantal instartjes, een paar filmpjes waar we naar kunnen kijken. Kijk even op het scherm achter mij. Die is nu even zwart. Die is even zwart. Nou, dat betekent, zwart betekent even buiten werking. Maar jij zegt in de video, Huub, dat met hoesten, virusdeeltjes, met hoesten of niezen, wel 3 meter vooruit eigenlijk kunnen komen. Persoon AXMF3QT, want zo heten mensen online, die vraagt, waarom moeten we dan 1,5 meter afstand houden als we ze 3 meter
weg kunnen proesten? Ja, dat is op zich een hele terechte, hele goede vraag. Die verspreiding van die virus is vooral, en die afstanden, die zijn in de literatuur terechtgekomen op basis van andere virusinfecties. Influenza, rhinovirus, verkoudheidsvirussen, andere virussen dan het coronavirus. We weten ook, en dat is ook de advisering vanuit het RIVM en vanuit de overheid, dat dit virus zich vooral verspreidt eigenlijk via hand-aan-hand contacten. Mm-hmm. Dus die afstand is die 3 meter heb je niet nodig. Bij dit virus is het veel belangrijker dat je zeg maar handcontacten vermijdt en dan is 1,5 meter genoeg. Oké, dus mensen hoeven niet te denken, ik hoor 3 meter, dus ik moet ook 3 meter afstand houden. Nee, voor dit virus niet. Oké, heel helder. Er wordt ondertussen, zoals jullie zien, hier achteraan het scherm ervoor gezorgd dat we jou terug kunnen zien op beeld. Maar voordat het zover is, vraagt ook iemand, waar verblijft een virus als niemand ziek is? Kan het virus ook symptoomloos verblijven in een, in een mens of in een dier? Ja, dat kan zeker. Virussen kunnen zijn meesters in het zich verstoppen in cellen. Dat kunnen trouwens bacteriën en parasieten kunnen dat ook wel. Maar sommige virussen die kunnen zich dus heel goed verstoppen in cellen. En zolang als zij niet die machinerie in die cel overnemen en zich massaal vermeerderen, dan komt er relatief heel weinig virus vrij. En dan is er ook weinig reden voor het immuunsysteem om dat virus te detecteren en aan te pakken. Dus het kan zich verstoppen in een lichaams-eigen cel ergens. Ja. Betekent dat ook dat het coronavirus dus niet meer gaat verdwijnen van aarde? Dat sommige mensen beweren dat inderdaad, dat wij nu dit virus opgepikt hebben en daar zijn we voorlopig nog niet van af. En dat kan dus net zoals influenza, zal ik maar zeggen, een seizoensgebeuren worden, dat er elke winter gevallen van coronavirusinfecties optreden. Ja. We weten dat ook uit andere coronavirussen, SARS en MERS, et cetera, maar ook hele andere verkoudheidsvirussen. Alleen als de verspreiding daarvan heel lokaal plaatsvindt, worden een aantal mensen ziek. Maar als de verspreiding niet massaal is zoals nu het geval was, dan krijg je geen pandemie. Ja. En is het iemand anders op YouTube vraagt, Hanneke Pompen vraagt dat. Waarom veroorzaken sommige virussen problemen in de darmen en andere weer in de hersenen of in de longen? Dat is een hele goede vraag van Hanneke. Dat is zo. Dat hangt af van de receptor waar dat virus aan bindt. Het poortje waar het virus op klopt op het oppervlak van de cel en waardoor die naar binnen kan. Voor dit betreffende virus weten we wat dat poortje is. Mm-hmm. ACE, angiotensine, converting enzyme 2. Dat is een eiwitje wat veel zit op cellen in de longen en ook cellen in de darmen. Maar verder niet zoveel. Dus je ziet ook dat het virus vooral in de longen naar binnen komt. En ook wel in de darm, daar horen we niet zoveel over, want die symptomen zijn minder ernstig dan in de longen. Maar bijvoorbeeld niet in de hersenen. Andere virussen, die gebruiken een heel ander poortje. Wat bijvoorbeeld op cellen in de darm massaal tot expressie komt en die komen dan vooral in de darm binnen. Dus dat betekent dat het er maar net aan ligt of een virus en de receptor van de cel toevallig met elkaar klikken. Ja. En soms is dat dus op één plek en soms op de andere. Ja. We hebben ook veel vragen gekregen, Huub. In jouw video zeg je dat mannen kunnen eerder doodgaan aan corona en worden eerder misschien ook ziek van corona dan vrouwen. Er kwamen veel reacties op dit fragment. Het scherm hierachter doet niet helemaal, maar als het goed is kunnen jullie dit nu kijken. Insulinie bestaat uit killer T-cellen. Dit zijn cellen die heel specifiek in staat zijn om virusgeïnfecteerde cellen te herkennen en ze uit te schakelen. Daarvoor moeten die cellen echter wel worden geactiveerd. En dat gebeurt met helper T-cellen. En in die groep van cellen, daar zitten de commandanten van je immuunleger. Na die activatie gaan die killer T-cellen delen. En nu is heel bijzonder dat killer T-cellen bij vrouwen vaker delen dan bij mannen. Vrouwen hebben dus een groter verdedigingsleger tegen virusinfecties dan mannen. Vaker kunnen delen dan mannen.
waardoor zij een groter immuunleger hebben. We krijgen de vraag van Barbara Blomstein, die wil graag weten waarom dat zo is. Ja, dat is een heel terechte en hele goede vraag. Het is zo dat alle T-cellen bij vrouwen vaker delen dan bij mannen. Dat is waarschijnlijk iets wat erfelijk bepaald is, deels. En anderszins ook hormonaal bepaald is. Want de T-cellen, nog even voor degene die misschien het stukje fragment net niet hebben begrepen of jouw video niet hebben gezien. De T-cellen, dat zijn degene die de viruscellen aanvallen. De T-cellen zijn, de killer T-cellen zijn met name de aanvallers die virusgeïnfecteerde cellen kunnen doden. Ja. Die sporen dus het laatste virusgeïnfecteerde cel nog op en die zullen ze opruimen. Dus dat is uitermate belangrijk om te herstellen van een virusinfectie. Nou, als je nu die T-cellen, die hebben dan hulp nodig van helper T-cellen, die delen ook vaker. En die commandanten, waar ik het over had in het filmpje, die komen ook veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Dus vrouwen hebben niet alleen een groter immuunleger, maar die hebben ook meer generaals, meer commandanten van dat immuunleger. En als dit virus dus, laat maar zeggen, die commandanten vooral probeert uit te schakelen, dan hebben vrouwen er gewoon veel meer van. Dus die houden er ook meer over om toch dat leger effectief aan te sturen en die virusinfectie te lijf te gaan. Ja, want jij legt... En dat verklaart waarom dat vrouwen dus een betere overlevingskans hebben van het virus. En dat is dus iets, dat kan iets hormonaals zijn? Dat kan ook hormonaal zijn, omdat cellen, T-cellen met name, die hebben ook receptoren voor geslachtshormonen. En geslachtshormonen die kunnen dus die T-cellen ook helpen aan te zetten en beter te laten functioneren. Dus in dit geval hebben vrouwen daar echt voordeel van. Dus dat betekent dat vrouwen eigenlijk, je hebt het steeds over een leger, hè? Dat is de beeldspraak. Ja. Het is natuurlijk, het is beeldspraak. Ja. Maar die aanvalslinies, die hebben een soort generaal. Ja. Corona schakelt die generaal uit, maar vrouwen hebben daar dus meer van. Dus die hebben een beter controlesysteem, ja, waardoor die verdedigingslinies klopt. Beter werken. Ja, dus dat is heel gunstig bij infectieziekten zoals corona. De keerzijde van de medaille is dat je ook auto-immuunziektes hebt, waarbij je het afweersysteem lichaams eigen cellen aanvalt. En dan krijg je type 1 diabetes of psoriasis of multiple sclerose of reumatoïde artritis. En dan zie je dat vrouwen, omdat ze meer van die T-cellen hebben, dus ook meer last hebben van auto-immuniteit dan mannen. Ja. Dus het is zeker niet zo dat het immuunsysteem in alle opzichten bij vrouwen beter functioneert dan bij mannen. Nee, het hangt af van wat je nodig hebt op welk moment. We krijgen hier een opvolgende vraag over, namelijk van Hans Turpijn. En die vraagt zich af of het dan ook waar is dat mannen meer afzien bij griep. Dat de mannengriep dus ook echt wat is. Ja, dat zou je zo kunnen stellen, ja. Als je inderdaad gevoeliger bent en dus minder vermogen hebt in je immuunsysteem om je te beschermen tegen infecties, dan geldt dat eigenlijk voor alle infecties, dus ook voor griep. En dus zul je ook gevoeliger zijn voor de symptomen van die griep als man in vergelijking tot vrouw. Ja. Dus de mannengriep is echt een ding? Dat zou wel eens een echt ding kunnen zijn. Ja, ik weet niet uit eigen ervaring waar je het precies over hebt, maar ik kan me wel voorstellen, ja. Nou, ik denk dat Hans Turpijn die de vraag stelt, die denkt natuurlijk, nu heb ik tegen mijn vrouw of vriendin, kan ik voortaan altijd zeggen dat ik me echt niet aanstel als ik een griepje heb. Ja, we hebben ook, behalve over vragen over mannen en vrouwen, hebben we veel vragen gekregen over corona bij kinderen. Daar wil ik het straks graag over hebben. Maar we gaan eerst even iets verder de diepte in. Over die commandant waar we het over hadden. En we gaan weer even kijken naar een stukje video uit de video van Huub. Corona is een slim virus, omdat het, zoals we er nu over denken, de commandant weghaalt. Het vechten door het immuunleger wordt dan een zootje. De killer T-cellen krijgen geen stopsignaal meer als het virus verdwenen is. En ze blijven maar doorgaan om ook je gezonde cellen aan te vallen. Tijdens een coronavirusinfectie zullen cellen dus geen stopsignaal meer ontvangen. Als gevolg daarvan blijven ze cytokines produceren. We noemen dat een cytokinestorm. Daardoor ontstaan hele hoge spiegels aan cytokines in het bloed. En als gevolg daarvan zullen andere organen, zoals de lever, de nieren en uiteindelijk ook de hersenen, uitvallen.
Mensen die een zwakke gezondheid hebben of oud zijn, lopen daardoor het risico te overlijden. Niet alleen als gevolg van het virusinfectie, maar meer nog door hun eigen overactieve immuunsysteem. Ja, het eigen overactieve immuunsysteem is dus eigenlijk op zo'n moment je vijand. Daar kan je aan overlijden. K van W vraagt zich af of je dan niet beter af bent met een mediamatig immuunsysteem. Nee, dat is dus niet zo. Dat gaat eigenlijk door op wat ik net al zei. Het hangt maar af welke immuunrespons je op welk moment nodig hebt. En zo'n cytokine storm, oké, dat is een storm, dat is iets te heftig. Maar je kunt niet een goede regulatie in het immuunsysteem hebben als je niet die cytokines maakt. Dus als je er te weinig maakt, functioneert je immuunsysteem niet goed. Als je dan een infectie binnenkrijgt, ja, dan kun je wel eens een groot probleem krijgen. Ja. Dus het hangt maar ervan af welke vraag je stelt aan het immuunsysteem. Bij een infectie zul je dus in het geval van virussen, zoals corona, zul je met name de T-cellen nodig hebben. Ja. Dat geldt voor al die respiratoire infecties, al die virusinfecties. Als je praat over een aantal bacteriële infecties, ben je veel beter af als je B-cellen stimuleert die antistoffen maken. Ja. Dus dat hangt maar ervan af. Dus ik zou zeker niet willen stellen dat je maar beter een matig immuunsysteem kunt hebben. Dan krijg je grote problemen. Misschien niet bij corona, maar dan wel ergens anders. Kijk, dat is helder. We zien hier ook, je hebt het over een soort. We hebben het over het coronavirus is een soort slim virus. Want die generaal, die commandant waar je het over hebt, wordt door het virus aangevallen. Of eigenlijk in de war gebracht, bedoel ik. Waardoor het zijn verdedigingsleger niet meer goed kan aansturen. Ja. En het zelfs gezonde cellen gaat opeten. Ja. Kampri, een van de vragenstellers, ziet een beetje een complottheorie. En die zegt, hoe weet dan dat slimme coronavirus nou dat die als eerste de commandant T-cellen moet aanvallen? Betekent dat dat virus informatie heeft wat misschien wel in een lab gemaakt is? Nee, dat denk ik niet. Kijk, waar het om gaat is dat cellen hebben op een oppervlak hebben die eiwitten. En dan zitten er heel veel verschillende en enorme aantallen. Dus vergelijk het maar met het IJsselmeer op een mooie zomerse dag, zoals we die vroeger kenden. Dan zat dat hele meer zit vol met zeilbootjes. Ja. En die zeilbootjes die gaan allemaal over dat meer heen. En zo is het op die membraan van een cel is het ook heel erg druk. Daar zijn heel veel zeilbootjes, heel veel verschillende type zeilbootjes. En sommige daarvan, bepaalde types, komen heel veel voor op bepaalde cellen. En andere typen komen veel minder vaak voor op die cellen. En dat betekent dat al die cellen hebben een ander jasje. Ja. En het virus gebruikt dus een van die poortjes, een van die bootjes van mijn part. Een bepaald type, een bepaalde kleur. En als die nou toevallig veel zit op die commandantcellen, ja, dan zal die als eerste aanvallen. Uit het oogpunt van het virus is dat heel efficiënt. Want als je het anders het immuunleger plat wil gooien, dan zul je dus elke individuele soldaat moeten aanpakken. Dat kost je veel te veel energie, veel te veel manschappen. Dat is bijna niet te doen. Dus de slimmigheid van het virus zit erin dat hij die commandant uitschakelt, waardoor de regulatie in het immuunsysteem verstoord is en de zaak dus niet meer goed in balans is en dus langzaam maar zeker uit balans raakt en een zootje wordt. Ja, want deze vragensteller die vraagt zich af of dat niet een beetje toevallig is. Nee, dat denk ik niet. Of hebben meer virussen dat ze dit op deze manier doen? Ja, er zijn meer virussen. HIV, een heel beroemd voorbeeld. Het HIV, wat aanleiding geeft tot de vorming van AIDS, is ook zo'n virus wat lang niet elke cel uitschakelt, maar heel gerichte celpopulaties uitschakelt, waardoor toch het hele systeem onderuit gaat. Maar zou het mogelijk zijn om zoiets in een lab te maken of is dat onmogelijk? Dat is in principe mogelijk, alleen je moet je voorstellen dat je dan het virus, de genetische informatie in het virus moet veranderen. Dat kan, maar dan moet je trucjes doen en die trucjes die kunnen we terugzien in de sequentie, in de volgorde van de bazenparen in het virus. Dus als er, en die volgorde van die bazenparen was 2 dagen nadat het virus bekend was. In China is dat al in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd. Dus iedereen heeft die volgorde. Ja. En als je die volgorde analyseert, dan zie je daar niet die vlaggetjes in
op basis waarvan je kunt aantonen dat de genetische informatie van het virus is geknutseld, is veranderd. Dus je kan aan het virus zien dat er niet aan is geknutseld? Ja. Ja. En okay. ik denk dat die complottheorie, die ken ik, maar die kun je echt naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Oké, okay. Ja. Nou, helder. Dat mag naar het Rijk der Fabelen. We krijgen een vraag binnen. Wat is überhaupt het nut van het bestaan van virussen? Ja. En vanuit het virusperspectief is dat natuurlijk weer anders dan vanuit het menselijk perspectief. Maar ja, er zijn vele theorieën over, maar een van de theorieën zegt dat door die virussen, de erfelijke informatie van het virus wordt als het ware geïntegreerd in ons eigen erfelijke informatie, ons eigen DNA. Ja. En dat kan daarin blijvend aanwezig zijn. Dus dat betekent dat ons DNA continu eigenlijk een beetje verandert, doordat we infecties hebben met virussen, die ervoor zorgen dat ons DNA dus steeds voldoende capaciteit heeft om te blijven veranderen, te blijven muteren. En dat is dus eigenlijk uit evolutionair oogpunt een hele belangrijke drijfveer geweest om mogelijk te maken voor de menselijke soort om zich continu aan te passen aan veranderde leefomgeving. En je kunt zien dat wij daar behoorlijk succesvol in zijn geweest. Dus we hebben heel veel virussen, kunnen we bedanken bijna? Ja, een heel groot deel van ons erfelijke informatie, van ons DNA, is afkomstig van virussen. En dat draagt dus continu bij tot mogelijkheden voor nieuwe organisatie in het DNA, nieuwe mutaties. En daarmee vernieuwde aanpassing aan veranderende leefomgeving. Is het dan ook zo, we krijgen hier een vraag binnen van Wout van Roy. En we krijgen deze in een aantal vormen binnen als reactie op jouw video. Namelijk, die generaal en de commandant die ook het stopsignaal geeft als het virus eenmaal is uitgeschakeld. En dan vervolgens dat je eigen lichaam zichzelf gaat beschadigen. Mensen vragen zich af of er geen stopsignaal gemaakt kan worden. Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is iets waar we mee begonnen. Dat is nou typisch een vraag voor immunologen. Want die weten hoe die immuunrespons inderdaad tot stand komt, maar ook hoe die afgeschakeld zou moeten worden. En je kunt dat op allerlei verschillende manieren, kun je dus inderdaad stopsignalen maken. Of de mogelijkheden die ons lichaam heeft om die stopsignalen te kunnen maken, om die te vergroten. Kunnen we dat ook voor corona? Is dat een mogelijkheid? Theoretisch zeker. Alleen, we moeten dan weten, wat is precies in die commandant? Wat gebeurt er nou precies? Zodanig dat stopsignaal wat hij eigenlijk zou moeten maken, nu niet gemaakt wordt. En is dat realistisch om een tijdspan aan te hangen? Van dat duurt normaal een half jaar of anderhalf jaar voordat jullie erachter komen? Nou, in principe moet dat in een laboratorium redelijk snel uit te zoeken zijn. Wat is redelijk snel? Nou, ik denk zeg maar maanden. Ja, maanden? Een paar maanden. Ja. Oké. Okay. Ja, dan zou je dat kunnen bepalen. Een voorbeeldje wat je kunt meenemen, wil niet zeggen dat de oplossing is om dit virusprobleem op te lossen. Mm-hmm. Maar wij weten bijvoorbeeld dat het extra innemen van vitamine D3... Ja, let op allemaal. Dat verhoogt normaliter de functie, de activiteit van die commandantcellen. En waar zit, je hoort best wel veel over vitamines, dat het wel of niet zou helpen. Vitamine D3. Als mensen dit horen, gaan ze zich natuurlijk meteen afvragen, zal ik dat bijnemen? Ja. Heeft dat zin? Kan dat kwaad? En raad je het aan? Kwaad kan het niet zo snel, want je kunt echt heel hoog doseren voordat je echt problemen krijgt. Moet je nu allemaal naar de drogist rennen om dat te kopen? Nou ja, niet allemaal tegelijk. Misschien helemaal de livestream opeens leeglopen. Iedereen naar de... Nee, want als je dus normaal afwisselend eet, je voedingspatroon, een goed, gezond, gevarieerd voedingspatroon hebt, dan krijg je meer dan genoeg vitamine D binnen. Dan krijg je dat wel binnen. Ja. We krijgen ook de vraag of je zo nog even over het stopsignaal waar we het net over hadden. Kun je het maken van donorbloed? Of van misschien al geïnfecteerd bloed? Dat is een vraag die wordt vaak gesteld. Het probleem is dat dit is een stukje afweer, een stukje immuniteit, die gaat over cellen, over T-cellen. En die T-cellen hebben dus bepaalde vlaggetjes op hun membraan zitten, op hun celoppervlak zitten.
Maar die vlaggetjes zijn per individu verschillend. En je kunt dus niet zomaar ongestraft celletjes van persoon A in persoon B stoppen. Dat gaat niet goed, want het afweersysteem van persoon B herkent die celletjes van persoon A als lichaamsvreemd. Zal ze aanvallen, zal ze kapot maken, dat gaat dus niet goed. Nee. Dus met cellen kun je dat niet doen. Je kunt het wel proberen met antistoffen. En dat is waar nu dus de discussie over gaat. Kunnen we in mensen die de ziekte hebben doorgemaakt, waar we het vrij zeker van weten, en waar we met testen kunnen aantonen dat zij coronaspecifieke antistoffen bevatten, dan kun je die in principe uit die gezonde donoren isoleren. Dat is wat de bloedtransfusiedienst, wat St. Quint doet, bij bloeddonoren, om die nu te typeren, kijken of die mensen die antistoffen hebben. Dan kun je uit zo'n bloeddonatie die antistoffen isoleren. En die kun je wel in personen inspuiten. En die zullen dan dat virus neutraliseren, het virus binden en zorgen dat het wordt opgeruimd. Maar dit kan nog niet? We weten nog, we hebben zeker nog niet genoeg van dat soort antistoffen. En we moeten dan in feite die antistoffen toepassen op het juiste moment tijdens de infectie. En daar is nog een hele hoop gedoe over, omdat we dat nog niet precies heel goed weten. Je leest in de literatuur, en het verschijnt verschrikkelijk veel. Elke dag komen er wel 60 nieuwe publicaties in de literatuur over coronavirussen en over deze infectie. 60 per dag? Ja, dat gaat echt grandioos snel. En lees jij dat ook allemaal? Dat kun je niet, dat kan niemand meer bijhouden. Dus je kijkt naar de belangrijke tijdschriften, de belangrijkste publicaties. En die probeer je een beetje bij te houden. En dat is al een klus. Maar dat, als ik jou dit hoor vertellen, betekent dus wel dat er nog dat dit een mogelijke optie is. Ja, wat er bijvoorbeeld in de literatuur op basis van die Chinese infectiegolf is geanalyseerd, onder andere in Amerika, is dat je, zeg maar, als je het moment van infectie weet, dat je dan in de eerste week van die infectie krijg je veel griepachtige verschijnselen, ernstige vermoeidheid, die typische eerste symptomen. Na zo'n week, en dat varieert van 5 tot 17 dagen of zo, maar gemiddeld gesproken na zo'n week, dan krijg je of dat de symptomen langzamerhand minder worden en je geneest, dan ben je eroverheen, heb je dus milde symptomen gehad. Of je krijgt ademhalingsproblemen, je moet naar het ziekenhuis, misschien is het uiteindelijk wel op de intensive care. Nou, wat je graag zou willen is eigenlijk rond die eerste week, rond die dag 7, dan proberen zoveel mogelijk mensen linksaf te sturen dat die minder symptomen krijgen. En daar zou misschien het inspuiten van dat soort antistoffen kunnen helpen. Ja. Maar dan moet je die personen kunnen identificeren, moet je voldoende van die antistoffen hebben. En zover zijn we nog lang niet. Dus je kan wel een antistof hebben? Is dat hetzelfde als een vaccin? Nee. We gaan het straks namelijk ook nog over vaccins hebben, want daar hebben we natuurlijk ook heel veel vragen over gehad. Ja, dit is wat we in de vakliteratuur passieve immunisatie noemen. Dat betekent dat je de gezuiverde antistoffen, antistoffen van iemand die ziekte al heeft doorgemaakt, inspuit in iemand die ziekte aan het doormaken is. Dat klinkt als een optie, maar jij zegt dat is nog heel erg afhankelijk. We kunnen dat niet zomaar bij iedereen inspuiten, want dan moet je heel goed timen in het ziekteverloop. Je moet heel goed timen en je moet voldoende materiaal hebben. En wie ga je wel inspuiten, wie niet. Dus daar is nog wel het een en ander over te doen. Maar anderzijds staan we nu wel op het punt om dit soort dingen te kunnen doen. Want er worden steeds meer mensen beter, waaronder ook mensen die bloeddonaties geven, waardoor we dus die antistoffen kunnen opsporen en dan ook te pakken kunnen krijgen. Dus de hoeveelheid antistoffen, of je hebt die antistoffen nodig, die moeten dus komen uit mensen die al ziek zijn geweest en voldoende antistoffen hebben aangemaakt. Ja, dat betekent dat je dus tenminste een maand klachtenvrij moet zijn. Omdat het zo lang ongeveer duurt voordat je die juiste antistoffen in voldoende mate in je bloed aantoonbaar hebt. Nou, volgens mij heb je dit heel duidelijk verteld. Voor de mensen die misschien net zijn binnengekomen op de livestream, welkom. Leuk dat jullie kijken.
Ik zit hier met Huub Savekoel en hij is immunoloog. En we hebben het over het coronavirus. En dit is een Q&A. Dus de questions komen van jullie, de answers komen van Huub. Als je vragen hebt, laat het ons weten. Je kan het typen naast de livestream. En we proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En Huub, in de video had je ook aandacht voor kinderen en of kinderen ziek kunnen worden. Daar hebben we veel vragen over gekregen. En voordat we die gaan beantwoorden, gaan we even kijken naar dat stukje uit de video waar jij daarover praat. Kinderen maken vrijwel geen cytokinestorm. En daarom hebben zij weinig last van infecties en zullen zij er in het algemeen ook niet aan overlijden. Jonge gezonde mensen hebben meer dan genoeg commandanten om de geactiveerde killer T-cellen tijdig te laten stoppen en daarmee een cytokinestorm te voorkomen. Zij worden weer beter en ze hebben geheugen voor deze infectie. Dat betekent dat ze immuun zijn. Kinderen maken... Ja, er zijn veel vragen over kinderen en hun ziekteverloop. Je vertelt dat kinderen minder snel zo'n cytokinestorm aanmaken. En dat is natuurlijk een van de redenen dat veel oudere of kwetsbare mensen sterven. Maar dat doen kinderen blijkbaar niet. Richard Hey vraagt zich af hoe het dan toch kan dat er ook jongeren overlijden. Ja, dat is een heikel punt. Kijk, we hebben het heel vaak over gemiddelden. Dus er zijn een heleboel kinderen. Een heleboel van die kinderen worden geïnfecteerd door corona. En gemiddeld gesproken zul je zien dat die kinderen daar veel minder last van hebben dan wanneer oudere mensen die infectie oplopen. Natuurlijk zijn er altijd individuele gevallen waar het dan toch misgaat. Kinderen die toch overlijden ja. Als gevolg van deze infectie. We hebben het hier, dat is statistiek, we hebben het hier over gemiddelde in de populatie. Heel vaak is het wel zo dat die mensen die overlijden, inclusief dus die kinderen, vaak toch een onderliggend lijden hebben. Dat er nog iets anders aan de hand is. En dat door die activatie van het immuunsysteem, die niet goed en op tijd wordt gereguleerd, je dan eigenlijk net te veel signalen geeft, waardoor je dat de patiënt als het ware over de rand duwt. Dus zo'n bewering die jij doet in een video over kinderen maken minder snel cytokinestorm aan. Dan heb je het dus over een gemiddelde. En voor de mensen die het dus afvragen, het kan ook zijn, er zijn natuurlijk altijd dingen die van een gemiddelde afwijken. Ja, net zo goed hebben we dus ook in de krant kunnen lezen dat de mensen van 107 jaar oud zijn die corona-infectie hebben gehad en hem overleven. Ja. Dat is ook omdat gemiddeld gesproken 80-plussers daar vaker aan serieuze klachten van hebben en aan kunnen overlijden dan jongere mensen. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat er dus ook nog een enkeling is die het wel degelijk overleeft. Verklaart het ook, we hebben hier een vraag van Yihis. Die vraagt zich af hoe het dan komt dat de ene enorm ziek wordt en de andere nauwelijks. Ja, dat is een heel bekend fenomeen in de immunologie. Dat heeft te maken met je erfelijke achtergrond en het type respons wat je moet maken. Dus in dit geval praten we puur over die corona-infectie. Mm-hmm. Dus je wil een goede, stevige immuunrespons maken, specifiek voor dat coronavirus. Nou, dan zul je zien dat bepaalde mensen hebben een erfelijke achtergrond, waardoor die dus uitstekend in staat zijn om het immuunsysteem zo op te peppen en zo te laten reageren dat zij geen enkel probleem hebben met die virusinfectie. Andere mensen die hebben een andere erfelijke achtergrond en die hebben dus de grootste moeite om een goede immuunrespons te maken tegen dat virus. En dat geldt niet alleen voor corona, dat geldt voor alle andere virussen, alle andere immuunresponsen die je moet maken. Dus sommige mensen hebben in het najaar nooit griep. Ja. Die hebben een erfelijke achtergrond die ervoor zorgt dat hun immuunsysteem voor dat type respons ontzettend krachtig is. Die kunnen misschien wel andere problemen krijgen, auto-immuniteit of iets anders. Terwijl er andere mensen zijn die hebben elk jaar hebben die een griepinfectie. Maar dat betekent dus dat als jij nooit griep hebt, dat dus eigenlijk helemaal niks zegt of je wel of niet heel ernstig reageert op corona. Ja, ik zal niet zeggen helemaal niks zegt, omdat dat griepvirus is ook een respiratoire virus. Komt ook binnen via de ademhalingswegen.
En dat betekent dat als je daar een goede immuunrespons tegen maakt, dat je misschien ook wel tegen corona een goede immuunrespons kunt maken. Maar je kan dus ook zo'n uitzondering zijn? Maar je kan dus ook een uitzondering zijn. Dat weten we gewoon niet. En daarom is het zo belangrijk dat we gewoon van heel veel mensen precies het ziektebeloop weten, de ernst van de klachten weten, mm-hmm, en ook de mate van de immuunrespons die ze maken om dit soort onderzoeksvragen te kunnen oplossen. Daar bouwen jullie dan een soort modellen op, ja, om te kijken als iemand dus zo reageert, ja, dat je het beter kan voorspellen hoe zo'n virus zich ontwikkelt en hoe een lichaam, ja, daarop reageert. Ja, klopt. Er werd gezegd ook vanuit het RIVM, door Jaap van Dissel, dat wij niet weten welke hoogte van de antistofspiegel nou beschermend is. Het kan zijn dat je wel een immuunrespons maakt en ook antistoffen en ook T-celletjes maakt, maar je maakt er gewoon te weinig. Dus het is eigenlijk, als ik jou begrijp, je hebt een aantal ingrediënten. Je hebt een lijf en dat heeft een immuunsysteem. Je hebt antistoffen en je hebt een virus. Maar jullie weten gewoon nog niet wat het juiste recept is. Als je al die dingen bij elkaar gooit, snuf je dit en snuf je dat. Ja. Om te zorgen dat vervolgens je lichaam er goed op reageert. Ja. Wat je in het verleden vaak hebt gezien, maar dat waren dan niet acute situaties zoals waar we nu mee geconfronteerd worden, dan kon je het proberen bijvoorbeeld in proefdieren uit te zoeken om een aantal van die basisgegevens om die te verkrijgen uit onderzoek. Maar die tijd hebben we nu niet. Dus we zitten nu gewoon gelijk op die patiënt. Ja. En dus is het nu zaak om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk informatie over ook de immuunstatus en de beschermingsstatus, ja, van dus die patiënten boven water te krijgen. Want veel mensen vragen zich natuurlijk af, wanneer komt er een vaccin of wanneer komt er een oplossing? Maar ja, dat betekent dat er dus eerst echt heel veel informatie nodig is om daar conclusies uit te kunnen trekken. Deels wel, maar dat hoeft ons niet tegen te houden om die vaccins te maken. En dat is ook zo. Dus gelijk toen het virus bekend werd, het virus heet corona omdat het die spike eiwit heeft, waardoor het zo'n soort krans corona om zich heen krijgt. Ah. Die S-eiwitten, die spike eiwitten, die kennen we. Ja. Daar weten we ook precies de onderdeeltjes van die het virus nou juist gebruikt om aan te hechten, om te kloppen op het deurtje van die, ja, cellen om binnen te komen. Dat zijn dus de ideale vaccinkandidaten. Dus die stukjes van die eiwitten, die kennen we. Mm-hmm. We weten welke aminozuren erin zitten. Die kunnen in het laboratorium nog wat verder worden geoptimaliseerd. En dat wordt gebruikt om nu vaccins van te maken. Alleen, voordat je dat vaccin hebt en voordat je het getest hebt dat het veilig is en ook werkzaam is, mm-hmm, ja, dat duurt gewoon een half jaar tot een jaar, zijn we daaraan kwijt. We krijgen ook nog een vraag binnen van Eve Bos. En dat gaat over het immuunsysteem. Namelijk, we hebben een aangeboren en een aangeleerd immuunsysteem, stelt zij. Dat klopt, mag jij straks beantwoorden. En welke rol spelen beide in de huidige virusproblemen? Ja, dit is een iemand die duidelijk iets meer weet van dat immuunsysteem. Kun jij deze vraag... Dit is de standaard indeling die gemaakt wordt in de immunologie. We hebben een aangeboren, innate heet dat dan, aangeboren afweersysteem. Dat zorgt voor snelle bescherming. Mm-hmm. Maar die bescherming is niet 100%. En dus dat haalt wel heel veel virussen of bacteriën weg, maar dan ontsnappen er een aantal. En die worden door dat systeem aangeboden aan het tweede deel van het immuunsysteem, het aangeleerde, het adaptieve deel van het immuunsysteem. Daar zitten die hoogspecifieke T-celletjes in en ook later de antistoffen. Dus dat, dat is wat je gedurende je leven oppikt, wat je lichaam, ja, leert aan door wat het tegenkomt. Precies. En van alles wat je tegenkomt en waar je op reageert, maak je niet alleen actieve cellen die je op dat moment nodig hebt, maar je maakt ook geheugencellen. En die geheugencellen, daar gaat het om. Dat is ook het principe van vaccinatie. Mensen denken dan dat je bij vaccinatie een stevige immuunrespons meet. Mm. Ja, die meet je wel, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat je geheugencellen maakt. Zodat als je in de toekomst hetzelfde virus, dezelfde bacterie tegenkomt, ja, dat je dan al een immuunleger klaar hebt staan die vijand herkent. En heel snel effectief kan gaan bestrijden. Je maakt zelf eigenlijk al een mooi bruggetje naar de volgende vragen. Want er gaan nu veel vragen over, over hoe lang je immuun blijft en over vaccins. Iemand vraagt zich af, dat past mooi bij wat jij net hier zegt, Hanne Graat, die vraagt zich af,
als het lichaam herstellende is van een virusaanval, is het immuunsysteem dan nog in staat om andere aanvallen af te slaan? Kan het multitasken? Dus kan het leren en handelen tegelijkertijd? Ja, dat is een hele mooie vraag, een hele goede vraag ook. Die kun je in je broekzak steken, Hanneke. Ik kan je vertellen, ik heb daar zelf behoorlijk aan zitten rekenen. En ik ga er nu niet over doen, dan heb ik een bord nodig. Maar ik kan je verzekeren dat je immuunsysteem zo'n capaciteit heeft, dat het theoretisch gezien, in de praktijk is wat anders, maar in theorie kan het immuunsysteem 10.000 responsen tegelijk maken. 10.000 responsen? Verschillende responsen tegelijk. Zonder dat die het vermogen om tegen nummer 99 te reageren verminderd is, omdat je die andere 98 al gehad hebt. Dus je immuunsysteem kan buitengewoon goed multitasken. Ongelooflijk goed multitasken, ja. We gaan nog even kijken naar een stukje uit jouw video over het stukje over immuniteit. Maar hoe lang blijf je nou immuun? Dat weten we niet precies. We schatten zo'n half jaar tot maximaal een jaar. Elke keer zal het virus zich een klein beetje veranderen. Zie het maar als een boef die zich elke keer een beetje verkleedt. Maar sommige varianten kunnen dan heel moeilijk herkenbaar zijn voor het immuunsysteem. Daarom hebben we een goed vaccin nodig om het virus uiteindelijk te kunnen verslaan. Het vaccin moet kunnen voorkomen dat het virus in lichaamscellen binnendringt en daarmee ziekte veroorzaakt. Het is te hopen dat zo'n vaccin snel beschikbaar komt. Ja, dat maar, coronavirus hoelang past zich dus elke keer een klein beetje aan. Huub, heeft het eigenlijk wel zin om te zoeken naar een vaccin als dat virus de hele tijd muteert? Ja, voor de hand liggende vraag, maar eigenlijk weten we dat niet eens zo goed, hoe snel dat virus muteert en hoeveel het muteert. En waar die mutatie zit. Dus ik had het over dat virus met die S-eiwitten daarop, die corona vormen en waarmee het virus zelf probeert binnen te dringen. Ja. Het is in het belang van het virus om dat stukje van dat eiwit niet al te veel te laten muteren. Waarom niet? Want dan kan hij zijn vermogen verliezen om cellen te infecteren. En het is dat is niet in het belang van het virus. Nee, en het virus zelf heeft natuurlijk als doel om te overleven. Om zich te overleven, om zich en te vermenigvuldigen. Ja. Dus er moet die cel binnenkomen, anders kan die niks. Dus dat is een stukje van het eiwit wat het virus zich eigenlijk niet kan veroorloven om te muteren. En dat is dus ook de ideale vaccinkandidaat, want dat betekent dat de rest van het virus kan best wel muteren. Als dat stukje met hetzelfde blijft, pak je ze allemaal. Dus dat is eigenlijk, zeg je daarmee dat het eigenlijk goed is dat het coronavirus van die S'jes heeft waarmee die zich vastklampt? Ja, ja, want dat zijn de elementen die al die vier verschillende virusstammen van dit verschillende virus met elkaar gemeen hebben. Dan heb je dus een universeel vaccin. Maar dat is theorie. Dus we weten het niet precies. Want daarvoor zouden we dus eigenlijk uit heel veel mensen die geïnfecteerd zijn, dat virus moeten isoleren en moeten karakteriseren. Maar je kan dus een soort dominant vaccin maken die één stukje van zo'n virus aanpakt, wat in heel veel verschillende mutaties en varianten van dat virus steeds hetzelfde blijft. Precies. Is dat wat je zegt? Ja, maar dat is theorie. Dat is dus als dat virus inderdaad altijd datzelfde stukje gebruikt om een cel binnen te komen. Dat virus is slim, want er zijn tal van mogelijkheden die zo'n soort virus heeft om lichaamcellen te kunnen infecteren. Ja. En dan zou je tegen al die dingetjes zou je dus een vaccin moeten maken. En we weten niet welk vaccin dan het meest geschikt is om de grootste groep van gemuteerde virussen aan te kunnen pakken. Maar theoretisch gezien, want we hebben het natuurlijk steeds over theorie, hoe je normaal gesproken elk ander virus ook bekijkt. Zou het ook kunnen dat we er uiteindelijk op uitkomen dat iedereen bijvoorbeeld 3 vaccins krijgt? Dat je 3 dominante types krijgt? Ja, er zijn zat vaccins waar je dus gewoon multivalent is, waarin je dus verschillende versies van die onderdelen van die virussen in hebt zitten, gecombineerd hebt. Ja. En dan kan het zijn dat je de ene keer vooral tegen dit reageert en de andere keer vooral tegen dat. Ja. Dus dat kan zeker. We krijgen hier ook de vraag, dat vind ik een hele leuke vraag. Versterkt koud douchen het immuunsysteem? Die vraag heb jij vast al heel vaak gehad. Ja, daar is prachtige literatuur over. En wat zegt die literatuur? Uit Oost-Europa, waar ze Tsjechië, Wit-Rusland, et cetera, waar ze kinderen in het begin van de winter
Die laten ze zelfs in ijswater zwemmen. En dan kun je aantonen dat die kinderen dus aan het eind van de winter significant minder griep hebben gehad dan kinderen die je dus continu maar dik aankleedt en niet blootstelt aan, koud water. Dus eigenlijk zeg jij dat allemaal koud douchen vanaf nu een goed idee is? Nou, het helpt in ieder geval om je immuunsysteem een oppepper te geven. Kijk, waar het om gaat is dat je door die stress, het is eigenlijk gewoon een stressor, dus het is een koude stress, temperatuurstress. Elke stressor die je aan het immuunsysteem geeft, is een oppepper. Je geeft dat immuunsysteem een douw. Ja. En dat immuunsysteem die heeft dat nodig om alert te blijven, moet je hem af en toe prikkelen, af en toe een schop geven. En dat kan met dieet, dat kan met leefomgevingsdingen zoals dit, koud douchen of ijswater zwemmen voor mijn part. Dat zijn triggers voor het immuunsysteem om even op te vlammen. En dat kan je dus helpen om op het juiste moment genoeg van die afweercellen actief te hebben om dan die infectie aan te kunnen pakken. Dus dat, je zei ook, het kan ook met voeding. Waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Want een koude douche is misschien een voor de hand liggend voorbeeld. Ja, kijk, T-celletjes, waar het dan hier heel duidelijk om gaat, en die cytokineproductie van die T-cellen, ja, die wil je dus eigenlijk zo actief mogelijk hebben. T-cellen, een beetje technisch verhaal, zijn nog erg gevoelig voor oxidatieve stress. Zuurstofradicalen die normaal tijdens het stofwisseling ontstaan. En die T-cellen hebben daar moeite mee. Ik kan je nu niet meer helemaal volgen. Okay. Het komt erop neer dat antioxidanten in je dieet goed effect hebben op die T-cellen. En dat betekent vitamine C, vitamine E, selenium, zink, ijzer. Dus een heel stel, wat we dan noemen vitamines en mineralen, zijn goed voor je immuunsysteem. Vooral omdat ze die T-celactiviteit oppeppen. En dat is wat je nodig hebt. En dat is ook wat jij eerder zei. In principe, als je dus een dieet volgt waarin je gezond eet. Afwisselend eet, zit dit eigenlijk al in je dieet. Klopt. Je hoeft nu niet meteen... Je hoeft niet allemaal aan de multivitamines. Dat is helemaal niet nodig. Het zegt voedingscentrum ook. Dat is helemaal niet nodig. Je moet gewoon gevarieerd eten. Ja. We hebben zelf uitgebreide studies gedaan. In kipjes, in kippen bijvoorbeeld, dat je elke verandering van je dieet is ook zo'n schop tegen je immuunsysteem. En dat maakt het immuunsysteem krachtig. En dat is wat je nodig hebt. En zijn er dan dingen, waarvan jij nu zegt, als je dat gaat eten, dat is sowieso dat is goed voor je immuunsysteem? Niet eens zozeer, je gaat natuurlijk niet corona daarmee afweren, maar zijn er bepaalde type eten, dingen die jij altijd eet? Je moet gevarieerd eten. Gevarieerd. En als je gevarieerd eet, dan mag je heus wel af en toe een patatje eten of een kroket. Alleen dat moet je niet elke dag doen. Nee. Je moet gewoon gevarieerd eten. Dat is gewoon heel, heel verstandig. Alleen, je hebt ook helemaal gelijk als je zegt, ja, je kunt met het dieet wel een beetje dat immuunsysteem oppeppen. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk nooit voldoende om zo'n stevige infectie, als waar we het hier over hebben, om corona, om die... laat maar zeggen, weg te werken. Dat lukt je niet. Nee. We hebben ook veel vragen gekregen met vragen voor tips. Dus daar eigenlijk zijn we daar al een beetje over begonnen. Iemand vraagt, Ellie Wolf, kunnen we de commandanten, oftewel de opdrachtgevers van de killer T-cellen, die dus het virus aanvallen, vermeerderen? Ja. Is daar een kant-en-klare oplossing voor? Een kant-en-klare oplossing, denk ik, die bestaat niet. Want dan zoek je naar de Holy Grail en ik geloof niet dat die bestaat. Maar wat ik zeg, je kunt wel proberen door een gezonde leefstijl. Proberen in ieder geval de activiteit van je immuunsysteem zoveel mogelijk op te peppen. Ja. En dat kun je dus doen door een gezonde en afwisselende voeding te nemen. Vitamine D3 is zo'n voorbeeld van een vitamine. Het is eigenlijk gewoon een hormoon, een prohormoon, niet eens een vitamine. Maar goed, het heet vitamine. En dat vermeerdert het aantal van die commandant T-cellen. Ja. En dat is één voorbeeldje. En nogmaals, je hoeft niet allemaal daar nu massaal vitamine D3 te slikken. Dat is helemaal niet nodig. Nee. Maar je moet wel zorgen dat je elke dag, laat maar zeggen, 2 keer een half uur buiten bent. Dan krijg je genoeg UV uit het zonlicht binnen om het vitamine D wat je in de huid maakt, 90% maak je in de huid, 95%,
om daar voldoende van te hebben. Dus dat zonnetje buiten, wat wij hier nu in deze studio even niet zien. Het is echt aan te raden als je zit thuis te werken om af en toe gewoon eventjes in je tuin. Ja, het is niet alleen dus vanwege het UV, maar het is ook omdat je dan beweegt. Ja. Dus beweging. Een wandelingetje. Een wandelingetje, dat is goed. Dus die voeding is goed. En dan een beetje, een beetje nadenken. Dus ga nou niet roken, want daarmee veroorzaak je heel veel oxidatieve stress. Dat is niet goed, dat is te veel. Dat is niet goed. Matig met alcohol. Geen grote hoeveelheden, ook al zit je lekker thuis. Ja. Niet doen, want dat heeft ook een zwaar negatief effect. Een enkel glaasje wijn of een enkel biertje, dat is nou juist goed voor je immuunsysteem. Dus een klein beetje is goed, maar niet te veel. Een beetje is goed? Ja, ik hoor gewoon iedereen online nu de oren spitsen. Ja, maar bescheiden, hè. Eén glaasje rode wijn, een biertje. Dat is prima, maar niet te veel. Want dan geef je stress op dat immuunsysteem en dat is niet goed. Als ik jou goed begrijp, is het dus in het algemeen om je immuunsysteem alert te houden, wat je dus nodig hebt, is het dus belangrijk om te bewegen, gezond te leven, gevarieerd te eten, niet te roken. Eigenlijk best wel standaard dingen die horen bij een gezonde simpele levensstijl. Simpele standaard dingen. Maar dat is dus nu, misschien nog wel belangrijker dan ooit. Ja, het is nu extra belangrijk om dat te doen. En nogmaals, je voorkomt niet die infectie daarmee, maar als je al de ernst van die infectie iets kunt verminderen, is al pure winst. Ik heb een laatste vraag voor je, want dan gaan we deze stream langzaam afronden. We horen dat er op de IC dat er veel mensen met overgewicht liggen. En AOC Latino vraagt zich af of het immuunsysteem van iemand met een hoger gewicht anders is dan dat van iemand met een gezonder gewicht of een lager gewicht? Ja, dat is een hele goede vraag. Ga er maar vanuit dat iemand die lijdt aan obesitas, die heeft zijn vetcellen. Zijn eigenlijk, er zitten heel veel immuuncellen omheen en die vetcellen maken ook cytokines. Die zijn geactiveerd vanwege die obesitas. En dus maak je al heel veel van die cytokines. En die cytokine-storm, die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld je nieren of je hart of je hersenen het begeven. Precies. Dus mensen met een hoger gewicht hebben al verhoogde cytokines. Exact. Dus hebben eerder een kans dat hun lichaam het begeeft. Ja, en dat is ook wat je ziet. En dat is ook niet verbazingwekkend. Alleen, de grote vraag is natuurlijk, hoe krijg je die ontsteking dan in die vetweefsels geremd? En dat blijkt dus gewoon extreem moeilijk. Ja. Want daarom hebben die mensen al jarenlang deze klachten. Ja. En dit virus geeft nu juist effecten in het immuunsysteem die overdreven zijn, overactief immuunsysteem. En als dat van zichzelf dus al geactiveerd is vanwege die obesitas, dan loop je dus dubbel kans dat je aan de verkeerde kant van de streep komt. Huub, dat was de allerlaatste vraag. Maar voordat we afronden, wil ik je toch nog iets doorgeven wat van de stream komt. Namelijk een compliment voor jou. Euroblues zegt, ik wou willen dat ik zo slim was als deze man. Nou, die kun je in je zak steken. Dank je wel. Voor nu wil ik jou heel erg bedanken voor al je antwoorden op deze vragen. Jullie thuis, heel erg bedankt voor het kijken. Nog meer bedankt voor jullie vragen. Wil je meer video's kijken over het coronavirus? We hebben er meer. Dus kijk op ons kanaal. Daar zie je allerlei andere experts uit verschillende hoeken die verder ingaan op het coronavirus. En ook heel veel andere wetenschapshoeken. Dus zit je thuis, denk je, ik wil eigenlijk wel iets bijleren. We hebben meer dan 800 video's online staan en ook heel veel podcasts. Dus als je zin hebt, kijk ze vooral. Dat vinden we hartstikke leuk. En jij waarschijnlijk ook. Voor nu, dankjewel. Huub, dankjewel. Mijn naam is Sophie en ook, ik vond het hartstikke leuk dat jullie keken. En heel graag tot de volgende video of tot de volgende livestream.